Op 6 september heeft Schiphol de Jan Dellert Award uitgereikt. De prijs voor een buitengewone bijdrage aan de luchtvaartindustrie. De winnaar is dit jaar brigadecommandant grensbewaking Egon Hoppe. Dat wist je niet. Nee, dat is echt een verrassing. Nou, Egon is sinds zijn komst op Schiphol in 2009 enorm hard aan de slag gegaan met de kwaliteit van het grensproduct. En we hebben daar een enorme cultuuromslag gezien naar een klantgerichte instelling, klantvriendelijkheid. Veel gevoel voor het operationele proces, goede planning. Hij is gewoon een enorme waardevolle schakel geweest in de hele keten van Schiphol. We hebben de afgelopen jaren heel erg gewerkt aan samenwerking. Hè? Dus tussen overheid, MARC, immigratie, maar ook met alle commerciële belangen en de luchthaven om daar een goede balans in te vinden. Ja, en als je dan, dat dan toch geslaagd wordt en gewaardeerd wordt, ja, dat betekent wel heel veel voor me. Want daar hebben we ook heel veel tijd en energie met elkaar in gestoken. Dus ja, ik ben heel vereerd, moet ik zeggen.